De werkzaamheden aan de Bossenweg zijn in volle gang. Ik praat daarover met wethouder Van Nistelrooy. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Ja, Bokstel breidt uit. We hebben grote behoefte aan extra woningen. En op Heem van Celis en op Lange Linden hebben we een enorme toevoeging kunnen doen. Dat genereert natuurlijk ook nieuw verkeer. Dat moet op de Noord-Zuidas aangesloten worden. En vandaar deze werkzaamheden. Wanneer zijn ze begonnen? We zijn begin november gestart met de werkzaamheden. Eerst met de voorbereidende werkzaamheden om te zorgen dat er wat omleidingen mogelijk zijn. Dat er bij de Ducaat het verkeer aan de andere kant van de rondonde kan passeren. En wij hopen ergens eind maart klaar te zijn met deze werkzaamheden. Ja, er zijn, heb ik begrepen, verschillende fases. Ja, dat klopt. We kunnen niet alles tegelijk doen, want dat zou betekenen dat we deze weg zouden moeten afsluiten voor het verkeer. En natuurlijk, dat kan niet. Wij moeten Bokstel bereikbaar houden. Daar zijn we hard aan het werk. Maar ook tijdens de werkzaamheden willen we dat zo optimaal mogelijk doen. Hoe tevreden bent u over de werkzaamheden en alle gevolgen tot nu toe? Ik ben zowel heel tevreden over de inwoners van Bokstel die zich keurig houden aan de omleidingen en aan de verkeersroutes. Maar ik ben ook heel tevreden over de aannemer die heel goed meebeweegt aan datgene wat we tegenkomen en wat we elke keer weer moeten aanpassen. We hebben bijvoorbeeld een ontdekking gedaan van keien uit 1740. De oude Rijksstraatweg die hier vroeger de verbinding was tussen Den Bosch en Luik. En ondanks het feit dat wij grondboringen hebben gedaan en onderzoek hebben gedaan, dat doen we meestal zo om de 50, 75 meter, boren we diep in de grond om te kijken wat er zit. Hebben de keien die we afhankelijk verwachten niet ontdekt. En toen we met het werk begonnen bleek er precies een wegvak van 40 meter oude keien aanwezig te zijn. En wat gebeurt er met die speciale keien? Ja, dat is iets, daar hebben we echt wel even stilgestaan. We hebben het werk even stilgelegd. En overleg gezocht met de Heemkundekring in Bokstel. En gezamenlijk en met dank aan hun ideeën zijn we gekomen tot een inpassing van die keien in de druppels bij de rotonde. Om daarmee de Noord-Zuidas, de oude wegprofiel, om dat goed terug te brengen. Aanvullend gaan we in het middendeel, waar we nu achter mij op uitkijken, ook een strook leggen met een bankje erbij, zodat we die oude keien in glorie kunnen herstellen. We zijn niet voor niks Keistappersdorp. Nou, op dit moment verloopt alles voorspoedig en zijn er geen signalen dat we niet volgens planning kunnen werken. Ik denk dat veel automobilisten niet zo rouwig zullen zijn om het feit dat deze flitspaal gaat verdwijnen. Nee, dat klopt. De meeste automobilisten houden zich keurig aan de snelheid en hebben daardoor geen last van deze flitspaal. Maar inderdaad, het is ook een flitspaal die nogal wat waarneemt en veel overtredingen registreert. Ik heb gelezen tussen de 10.000 en de 15.000 per jaar. Ja, dat klopt. Dat zijn allemaal mensen die toch harder rijden dan wat hier is toegestaan. 50 km per uur. Ja, als ik het even snel uitreken, kom ik op 500.000 per jaar. Gaat Bokstel daar nog iets van merken? Nee, dat is ook een misverstand. Die snelheidscamera's die leveren voor Bokstel helemaal niets op. Die zijn van het Openbaar Ministerie. En de opbrengst gaat ook naar het Rijk. Daar krijgen wij helemaal niets van. En weet u of die in de buurt nog ergens terugkomt hier? Nou, dat ligt aan het snelheidsgedrag. Natuurlijk, op een rotonde zul je per definitie je snelheid moeten matigen. Dan is er niet meteen een aanleiding om een snelheidscamera neer te zetten. Dus ik heb geen idee of die hier terugkomt of dat er op andere plekken aanleiding is voor het Openbaar Ministerie om dat alsnog te doen. Het volgende project is de rotonde en die komt hier. Ja. De rotonde komt ongeveer op de plek waar we nu staan. We staan zo'n beetje in het middenpunt van de rotonde. Dus die komt op een andere plek als waar nu de aansluiting van de Baan de Vrouwenlaan is. En dan heeft hij 3 ingangswegen of? Nee, die heeft 4 wegen. We hebben natuurlijk een aansluiting aan de zuidkant en aan de noordkant. Dan hebben we de aansluiting van Heem van Celis. En we hebben natuurlijk de bestaande aansluiting van de Baan de Vrouwenlaan. Maar die komt dus iets zuidelijker te liggen dan nu. Oké, we kijken nu op Café de Ketting. Voor hen is het natuurlijk ook allemaal nu een rotonde. Er zijn besprekingen geweest. Hoe gaan die? Ja, mijn collega Wim van der Zanden heeft die besprekingen gedaan. We hebben natuurlijk te maken met een grote verandering. Dat betekent dat je daar het nodige op moet aanpassen. En aanpassen is altijd lastig. Zeker als je niet helemaal in beeld hebt van wat er dan voor consequenties aan zitten. De verbouwing hier aan de Bossenweg heeft voor de ketting ook wel grote gevolgen. Ja, het zal er aanpassingen hebben. We moeten natuurlijk een stukje parkeerterrein inleveren. Wat natuurlijk een aantal vrachtauto's gaat kosten die we minder kwijt kunnen. Dus we zullen
een andere indeling van het parkeerterrein moeten maken. Gaan kijken hoe ze erop rijden, hoe ze eraf rijden. Dus ja, we hebben nog wel stof om over na te denken. En hoe hoorde je het? Van op een gegeven moment komt het jou ter oren van, hey, er gaat iets gebeuren. Toen wij hier begonnen, 7 jaar geleden, waren we meteen het gesprek met de gemeente aangegaan van nou, wat gaat er hier in de toekomst gebeuren? Toen kregen wij de legendarische woorden helemaal niks. Terwijl in de wandelgang natuurlijk al tekeningen waren met een rotonde erop. Vandaar ook die vraag die wij 7 jaar geleden stelden. Maar toen niks en 3 jaar later kwam doodleuk iemand even een rotonde uitrollen op grond die niet van hem was. En nou, dat was een slecht begin van de onderhandelingen, laat ik het zo maar zeggen. Voor zover mij bekend hebben we dus de goede gesprekken gevoerd en zijn nu tot een oplossing gekomen waarbij alle partijen baat bij hebben. Oh, dus er is een oplossing al? Jazeker, we hebben een oplossing. We zijn nu bezig met de laatste puntjes op de i en om het allemaal vast te leggen. En ik hoop dat collega Wim van der Zanden binnenkort een goed resultaat naar buiten kan brengen. Maar inmiddels zijn we een paar jaar verder en ik heb begrepen van de wethouder dat jullie eruit zijn. Ja, we zijn eruit. We hebben gisteren getekend, dus de intentieverklaring getekend. Dus de grond kan aangekocht worden en de plek van de rotonde is inmiddels duidelijk. En daarna volgt nog een definitieve tekening hoe het hier in de toekomst eruit gaat zien qua verkeer. Ja, de rotonde komt hier achter te liggen, achter ons. Ja, die komt achter ons te liggen, ja. Dus we gaan een puntje van het parkeerterrein inleveren en daar komt de rotonde te liggen. En zijn er nog hobbels op de weg van dingen die toch nog fout zouden kunnen gaan? Altijd spannend met de gemeente, maar ik ga ervan uit, hun hebben ook een positieve insteek, wij hebben een positieve insteek. Alleen wij willen gewoon goed bereikbaar blijven en daar moet serieus naar gekeken worden, want er komen hier vrachtwagens van 2, 23 meter. En die moeten wel de ruimte hebben om veilig te kunnen manoeuvreren en ook makkelijk op en af het parkeerterrein te rijden. En dat is altijd onze grootste zorg geweest. Hebben we ook altijd uitgesproken van, kijk, ze rijden over de A2 en waarom komen ze naar de ketting? Makkelijk te bereiken, dat is een heel belangrijk punt. Je moet goede douches hebben en het eten moet lekker zijn. Als een van die 3 dingen niet kloppen, dan rijden ze gewoon door. Er komt ook een snelfietsroute, heb ik begrepen? Ja, we hebben met zowel de provincie als de gemeentes Den Bosch, Vught, Bokstel, Best en Eindhoven afgesproken dat we een hele goede fietsverbinding gaan maken tussen Den Bosch en Eindhoven. Die passeert dus ook Bokstel. Maar we hebben in de raad van Bokstel het verzoek gekregen om ook te onderzoeken langs welke weg dat die route het beste kan lopen. Er is een studie gedaan en daar is het voorkeurstracé uitgekomen voor de route langs de Noord-Zuidas. Dat geeft een goede aansluiting met het grootste deel van Bokstel. Maar we gaan nu in beeld brengen wat eventueel de mogelijkheden zijn om het anders te doen. Maar die komt dus niet hier? Die komt waarschijnlijk wel hier, maar dan loop ik op de feiten vooruit en dat wil ik niet. Ik heb de raad toegezegd om de alternatieven nog even naast elkaar te zetten. En dat zijn we nu aan het doen en op basis daarvan kunnen we een definitief besluit nemen. Oké, nou verder succes met de verbouwing. Dank u wel. Ik hoop dat de inwoners van Bokstel willen blijven accepteren dat we in deze veranderingsfase zo af en toe wat stagnatie in het verkeer hebben. Daarvoor dank voor het begrip en we hopen het zo goed mogelijk op te lossen. Ja, want nog een klein vraagje. Bokselaren klagen nooit natuurlijk, ook nu niet, hè? Nee, op dit moment valt het reuze mee. Alles wat er af en toe gemopperd wordt over het feit dat wij even moeten stilstaan, dat hoort er een beetje bij en daar moeten we mee omgaan. Dankjewel. Graag gedaan.